Ter gelegenheid van de 45-jarig jubileum van toneelvereniging Mariahout werd zaterdag de eerste voorstelling van het verhaal van de Zwarte Ruiter in het Openluchttheater opgevoerd. De eerste van in totaal 5 uitvoeringen was een succes. Er kwamen bijna 700 bezoekers naar het spektakelstuk kijken. Dat is mijn ervaring. Maar die hebben ze geruk al, daar ligt Riesje voor. Gesteld wordt dat de Zwarte Ruiter, autodief bij uitstek, zijn vlucht heeft voortgezet en in dezelfde nacht gestolen wagen. Mag dat wel impulsief zijn? Een jonge hond die geen gevaar ziet? Maar trouw blijf ik aan hen die van mij houden en zij die mijn hulp nodig hebben. Maar ze kunnen zeggen wat ze willen, maar ik koos alleen toch wat geld te houden. Ja, en hij gaf het alleen aan wie het nodig had. Vanavond bent gekomen.